Er staat een zombie achter je, kijk uit. Hey. Oh, jammer. Zo! Oh. Wauw! Oh. Schrok jij ook zo erg? Oh. Oh. Wat was dit? Hey, kijkers van King's Games. Leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe aflevering van Mod Wars. Ik ben hier vandaag samen met de enige echte, de verloren zoon, die teruggekeerd is naar het prachtige land van King's Games. Het is Peter Hoor. Yeah. Yo, mensen. We zijn hier in deze prachtige kerstwereld. En ja. Zo mooi. Jij was onderweg naar mijn huis, maar het duurde even, dus ik dacht, ik kom je gewoon halen. Ja, zeg maar in het gebied waar wij nu staan op de kaart ben ik 3 keer gestorven. Het is hier ook levensgevaarlijk op deze server, Peter Hoor. Zeker. IJsberen overal. Ik breng jou in veiligheid. Ik zie namelijk mijn death beam en die is vlakbij het huis, dus dat is wel makkelijk. Daar is hem. Dat is het allereerste stukje dat ik geclaimd heb, zodat wij iets met die rots kunnen doen. Een episch fort erbovenop ofzo. Dat leek mij wel een mooi herkenningspunt, zeg maar. Of voormalige presidenten er in beeld houden. Ja, bijvoorbeeld. Oh, deze rots is niet het huis, zeg maar. Nee. Ons huis staat op dit eiland. Oh. Ja, zeker. In de wildernis. Zeker. We zijn hier omringd door bomen die roze hout geven. Ja, heel mannelijk allemaal. Ja, ik dacht dat is toch een prachtig kleurtje voor ons team. Kijk, de deurtje. Ja. What the fuck, man. Why you do this? Dat wist ik niet van tevoren. Die deurtjes die worden automatisch met hartjes erin dan, als je roze hout gebruikt of wat. Ja. Jezus, man. Jezus, man. Amen. Ik heb canola voor je meegenomen. Dankjewel. Wat is het plan? Wat ik wilde doen is denk ik een levensvoorraad aan vlees fixen. Want zie je al die grijze puntjes op de map? Ja. Dat zijn grotendeels schapen. Sick. Dus ik dacht, schapenwol kunnen we ook gewoon gebruiken. Want als we die dyen, dan kunnen we daar gewoon ook roze vlaggen van maken op onze muren. Ja, dat is natuurlijk onze levenskleur. Wil je ze doodmaken of wil je ze gewoon... Ze voort laten planten, zeg maar. Ik denk dat ik ze wil opsluiten en gemeenschap wil laten hebben. Laten we dat dan maar regelen. Er staat een zombie achter je, kijk uit. Hé. Hey. Oh, jammer. Zo! Oh! Wauw! Oh! Schrok jij ook zo erg? Oh! Oh! Wat was dit? We kunnen hier walvissen trainen. Ja. We kunnen gewoon een dolfinarium maken hier. We hebben een shamu nodig in ons leven. Ja. Anyways, wat heb je al? Heb je al iets? Nee. Ik heb nog geen weed. Ik heb toevallig 1 stone sword en een stone pickaxe gemaakt. Maar ik heb ook voor de rest nog geen supplies. Ik denk dat ik dit stukje even vlak maak. Hier naast het huis. En dat we daar dan misschien een farmpje kunnen maken. We hebben geen toortjes zeker. Ik heb ook nog geen kool. Maar goed, we kunnen slapen, hè? Dat is ons verdedigingsmechanisme. Ja, slapen. Gewoon slapen. Gewoon slapen en hopen dat ze weg gaan. Dat is toch een fantastische tactiek. Verder zijn wij... Ja, works like a charm, joh. Hoe werkt het ook weer? Minecraft. Oh ja, het is inderdaad mooi roze hout. Ja, toch? Fabuleus is het. Ik kwam er ook achter pas toen ik hier überhaupt geclaimd had. Ik dacht, oh, dit is een mooi gebied. Ik ga hier beginnen. En... Je intuïtie liet je niet in de steek. Nee. Een heel mooi gebied. Ja. Het is vrolijk, roze, liefde... Ja. En duisternis. En duisternis, inderdaad. Ik ga eens kijken of we kool kunnen vinden, want dan is het allemaal niet meer zo'n probleem om ook 's nachts te werk te gaan. Nee, is ook. Ik ben nog even bezig met tools en zo, maar daarna ga ik alles voor jou regelen. Want dat is waarom je mij geïnviteerd hebt, toch? Ja, omdat jij de man bent die kan fixen, zeg maar. voor natuurlijke fixatie. Geweldig. Dan kunnen we een stoomlocomotief bouwen. Nou, weet je wat mooi was? Ik wilde ladders maken, zodat ik een beetje naar beneden kon graven. En zoals je misschien kan zien in de kist... Heb ik daar zat al het een en ander, ja. Ja, maar ik heb geen... ik heb geen 8 ladders gemaakt, maar 8 railsen. Daar kom je niet zo hoog mee, kan ik je vertellen. Dus jij bent hoofd security momenteel en ik ga over de agrarische sector deze aflevering. Ja, dat is goed. Minister van Landbouw.
Even kijken hoor. Want ik ga denk ik ook 5 kool in de oven douwen. Van de rest ga ik gewoon fakkels maken. Doe maar luxe hoor. Niet gewoon een pakje chroma bakboter, dat is niet goed genoeg. Nee. Daar win je de oorlog nee, niet nee, mee. Nee. Daar win je de oorlog niet mee, Peter. Ja, en dat is uiteindelijk waar het om draait, heb ik begrepen. Ja, we moeten de oorlog winnen van de geallieerden. Ja. Of zijn we de geallieerden? Ik weet het niet. Ja, we zijn... Daar is Duitsland. De roze... De roze ridders zijn wij. Ja, dat klinkt niet goed, man. Dat klinkt niet goed. Dat kunnen we echt niet doen. Die naam moet nog even over nagedacht worden. Dus, kijkers... Help ons. Bedenk iets met roze wat niet... Wat heel mannelijk klinkt. Succes. Een ho. Trouwens, de ho... Ja, hoe noem je mij? Ik heb al een ho gemaakt. Maar hoe noem je mij? Dat is meer voor jouw agrarische sector natuurlijk. Peter, in de kist zitten ook 18 fakkels voor jou. Mocht je verdwalen in het donker. Marble. Oh, dat is natuurlijk wel heel mooi allemaal. Marmer voor de badkamer. Dat is toch goed? Dat is mooi te combineren met onze prachtige roze muren. Oh ja, die roze muur. Ik was ze bijna vergeten. Hoe kun je dat nou vergeten, Peter? Het wordt wel heel snel donker. Hoe staat mijn brightness eigenlijk? Moody. Laten we dat eens even op bright zetten. Dat scheelt al een hele hoop. Shine bright like a diamond. Ik gok ook zomaar dat een van de reacties zal zijn op de eerste aflevering. Want deze is opgenomen voordat ik die reacties heb kunnen lezen. Maar hoogstwaarschijnlijk dat daar staat... Zet je brightness eens op bright? Bright! Bright! Tot nu toe heb ik alleen steen gevonden. Oh, grapje. Terwijl ik dat zeg heb ik iron gevonden. Lekker pik. Dan kunnen we toch al eventjes eens even kijken hoeveel er liggen. 4. Nou, dat is toch al 2 zwaarden. Is ook. Oh, en nog eens 3. Dus dat betekent dat we ook gewoon een iron pickaxe hebben. Maakt niet uit dat de beesten uit de bergen kunnen vallen om te schapen. Roze. Absoluut. Wat fijn. Heb je misschien ook nog wat railsen nodig? Nee. Voor onze trein die we gaan leggen van de Spa naar hier. Door het winterse... Voor het schapenhok had ik dat niet in gedachten om daar rails te gebruiken. Oké. Voor het winterse landschap, dat we daar met de trein doorheen kunnen. Als de Coca-Cola vrachtwagen, zeg maar. Halli deze kan. Ah! Ze schrok je van mijn masker. Een persoon in de deuropening, ja. Oh. Het is zwaar. Van ironen is het. Had ik helemaal niet aan gedacht. Had ik helemaal niet aan gedacht dat je dat ook kon maken. Het is op zich wel handig. Thanks, als je bro. Shit tegenkomt. Kevin, gefeliciteerd. We hebben een kip. Yes! Heb je die gemaakt met zaad of is die er per ongeluk ingelopen? Dat klinkt waarschijnlijker inderdaad. Maar ik heb hem gewoon uit de kist gepakt, die eieren, en gegooid. Ah. Er zit een spin voor het huis, dus ik durf niet naar buiten. En een zombie. Oh ja, mijn zwaard gegeven. Yeah. I'm supposed to be strong now. Dat zijn nieuwe vrienden. Ik ga slapen om de vijanden weg te lokken. Ik slaap ook. Misschien dat het nu extra dag wordt. Of 2 keer nacht. Wow, we did it. Ik heb wel een paar seeds nu. Even kijken of ze daar geil van worden. De kippen sowieso van seeds. Kippen kunnen we natuurlijk ook gewoon lokken. Ja, schapen geven geen fuck om zaad. Nee, dus ik denk dat we dan inderdaad wortels of iets moeten gaan vinden voor die schapen. Er staat een skeleton hier zo in de grot. Waarom nou? Waarom nou? Auw. Peter drowned. Auw. Oh. 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 Die appetite zag er echt... Hey, ik word... Hey, ben ik echt dood? Ik ben ook gedood. Sterf, adder gebroed. Eikel. Snootaard. Even kijken. Waarom zijn wij zo noob eigenlijk? Weed. Nou, dat... Ze willen gewoon lekker smoken. Ja, maar dat kunnen we nog dus wel maken. Dus we moeten een farmtje hebben. Ja, en ik heb 2 botten van dat skelet, waardoor we bone meal hebben. Dus dat kunnen we nog wel fixen, denk ik. Maar dat zoute water, dat werkt toch helemaal niet, joh. Dit is toch een zee? Dit is een meertje, kijk maar. Hij is afgebroken, dus dit is zoet water, denk ik. Ah, oké. Okay. Heb jij als deze mod überhaupt gespeeld, Feed the Beast? Nee. Ja. Nice! Ja. Misschien dat we dan nog wel... Misschien, nee, absoluut niet. Misschien dat we nog wel een expert nodig hebben in ons team. Want
Bij ons houdt het op bij de vanilla Minecraft kennis. Ja, precies. Nou, Bouk ziet dat brandt niet, dat kan ik je vertellen. Maar koper wellicht wel. We leren nu al. Je legt gewoon kool in het water. Koper, dat brandt wel. Ja, denk dat ik echt veel wiet heb of zo. Je mag maar zoveel gram op zak hebben. En ik heb maar 2 plantjes. Ja, dat is goed. Maar kom ze vooral even bouwen in. Gewoon kijk, doen. Want als je ze dan pakt met een ho, dan krijg je volgens mij zaden extra terug. Ja, dit is nog niet volgroeid, toch? Wel. Ik heb ook nog een control zaak. Your ho. Nice. Ik ga schapen lokken. Ja, yo, ho, en de bottle of rum. Volg mij maar, hoor, schapen. Volg mij maar. Dan neem je ze mee naar je mansion en sluit je ze op. Ja. Eigenlijk. Ja. Jij weet wel hoe het werkt. Kom maar, hoor, schapen. Dat hele schapenlokken. Peter, ik heb er 2. Oh my goodness. En ze zijn aan en het ze paren zijn verliefd. Nu. En ze zijn verliefd op elkaar. Ze maken een kleine baby. Klein vierkant schapenmenskind. Hondwolf. Ping. Hey, maar Peter, heb jij nog zaad of niet? Nee, maar ik wilde even tegen jou zeggen. Het zaad is aan het is hier langzaam aan het groeien. We hebben nu 2 schapen en een kipje. En, ja. En een paar mooie beams. Ja. Ik denk dat wij... Daar zijn er ook in ja, vertel. Ik denk dat wij volgende keer gewoon lekker verder moeten gaan. Want we zijn ook al lekker een half uurtje weer aan het aankloten. Oh, dat is ook wel erg lang natuurlijk. Ja, en wij moeten nog naar Star Wars vanmiddag. Dus dan moet je niet te laat komen natuurlijk. Is ook zo, kei belangrijk. Daarom. Dus mensen, ik wil jullie bedanken... Hashtag no sponsor. Ja, precies. Mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Hopelijk vonden jullie het leuk. Hopelijk zijn jullie blij dat Peter erbij is. En dan gaan wij volgende keer een stukje meer pro spelen dan nu. Iedere aflevering worden wij een stuk pro'er, denk ik. Ja, ja, ja. We zijn started from the bottom en nu nog dat klimstukje daarna, zeg maar. Ja, dat moet nog komen. We zijn nog niet hier. Blijf erbij. We zijn nog niet hier. Ja, we zijn nog bij de bottom. Ja. Mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Hopelijk tot de volgende keer. En zoals altijd heb ik het laatste woord aan Peter. Houdoe. Dag.